inderdaad. Ik ben hier zo enthousiast over, jongens. Ik vind dit zo leuk. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe video van Nieuw Pokémon Snap. Nieuw video, nieuw Snap. Nieuw Pokémon, nieuw duimpje omhoog, nieuw abonnee. Let's go! In de vorige video moesten we de eerste route overdag gaan doen. En nu mogen we dit gaan doen in de nacht. Althans, dat dacht ik. Maar we moeten eerst wat meer gaan oefenen. De professor zegt dat we de scan moeten gaan gebruiken. En dat doe je door op de X-knop te drukken. En zo kan je dus zien wat er in de omgeving is. Wat je nog niet hebt gefotografeerd. En sommige Pokémon die reageren daar dus op. In de vorige video waren we level 1. Nu zijn we level 2. Dus de Pokémon die gaan nu andere dingen doen. En sommige reageren dus ook op de scan. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Kijk, daar is Pichu al. Pichu, what up? Kijk, Rookie! Yay! Even kijken of we ook een betere foto van Buffalant kunnen maken. Ja, dus er staan er wel meer. Kijk, die liepen volgens mij de vorige keer niet hier namelijk. Die waren toen helemaal daar in de verte. Maar ze doen nog niet heel erg veel boeiends. Ik ga wel van hem even een fotootje maken. Want daar staan heel veel Buffalants op de achtergrond. Deze zit lekker op de boom. Oh, kijk, Dodrio is lekker aan het tukken nu. What up, Dodrio? Word eens wakker, jongen. Word eens even wakker. Hallo. Ja, kijk, nu doen ze iets bijzonders. Volgens mij heb ik dat getriggerd met mijn scan. Oh, weer die Emolga gemist. Hé, hey, Emolga. Oh, hij begint nu te vliegen. Waar ga je naartoe? Oh my gosh, hij vliegt zo ver weg. Oh, daar is iets wat ik nog niet ken. Dit kunnen we dus nu scannen. En dit is dus fruit. En waarschijnlijk kunnen we nu in de volgende ronde dus het fruit gaan gebruiken. Hallo, Wurmple. Daar is iets. Oh, dit is ook de Christabloem. Oh nee, dit had ik al gedaan. Ja, dit had ik de vorige keer al gedaan. Dus even kijken. Ah, ik heb ze weer gemist. Ik wou die op de foto zetten. Die mooie vliegende beestjes. Daar zijn trouwens Ducklets. Die had ik ook nog niet eerder gezien. Oh, ja, heel nice. Heel nice. Hier zijn nog meer Ducklets. Die zijn daar lekker aan het chillen. Ja! Kijk, ze reageren dus allemaal op de scan. Super cool. Deze reageren niet op de scan. Daar is Grookey. Oh, dit is super schattig. Kijk, ze rennen. Pichu. Oh, Grookey en Pichu zijn echt super leuk aan het spelen samen. Oké, ik moet weer iets gaan scannen. Waar moet ik iets gaan scannen? Daarboven kan ik iets scannen. Dat is fruit. Oké, Tankrout. Want we moeten natuurlijk ook de omgeving scannen. Dus even kijken of die Magikarp hier iets bijzonders gaat doen. Als ik hem scan. Nee? Oké. Oh, hier. Daar. We moeten deze Hoothoot scannen. Hoothoot has an unusual way of sleeping. Oké. Ik ben benieuwd of deze Talo nu iets gaat doen als ik hem scan. Nee? Dat is jammer. Hallo, Confies. Gaan jullie nog iets moois doen? Oh, daar staat nog een Buffalant. En daar is Grookey en Pichu. Oh, is het een... Hè? Oh, hij heeft nu een Yellow Flower, deze Floorgas. En zo zie je dat het best nog wel wat vaardigheid kost om gewoon de Pokémon te laten doen wat je wil dat ze doen. Even de beste foto selecteren. Ja, ik heb niet echt een hele goede foto van Grookey helaas. Ik denk dat dit mijn beste is van Buffalant. Deze Dodrio foto is volgens mij ook heel goed. Oké, even snel kijken of er nog iets tussen zit. Grookey krijgt 2 sterren. Oké. Tevreden, daar ben ik tevreden over. Buffalant is iets beter, maar nog steeds geen mooie foto. Oeh, ja, deze van Dodrio, die krijgt ook 2 sterren nu. Dus we hebben nu een 1-ster en een 2-sterren foto van Dodrio. Ja, en er waren dus Ducklets nu. Die waren er nog niet toen ik level 1 was. En die verschenen nu dus wel. Ja, we mogen nu in de nacht het park gaan bezoeken. Professor Mirror, die zegt... Hopelijk ga je het mooiste wonder van de Lantern Region zien. Namelijk het Illumina-fenomeen. En daarbij glinsteren de Pokémon dus gewoon. Super cool, die Caterpie. Die was zo mooi. Maar het doel van deze game is het vinden van de Illumina Pokémon. Ja, kijk, nu kunnen we kiezen tussen dag en nacht. Oh, dit is super cool. Oké. Yo, Squirburny. What up? Kijk hem wegrennen dan. Super vet. Met zijn vuurvoetjes. Oh, hier zit een Buffalantje. Ja, de meeste Pokémon zijn gewoon lekker aan het slapen nu of zo. Oh ja, man. Die Squirburny is echt cool. Zie, hij rent ook weg. Die guy rent gewoon weg. Haha. Ja, kom. Ja, die was vet. Die foto was sowieso cool. Squirburny. Ja. Die was mooi. Die was echt heel mooi. En je ziet dus ook dat Rita je gelijk helpt. Die zegt, oh, dat shot wordt echt fantastisch. Wat is hier trouwens? Ik zie allemaal voetstapjes. Oh, kijk, daar moet een Caterpietje zijn. Hier, oh, een Murkrow. Cool. Hier een Caterpietje. Hallo. Zo, er zijn allemaal voetstapjes. Ik weet niet waar ik moet kijken. Er is hier zoveel te doen. Ah! We moeten iets scannen. We moeten scannen. Wat gaan we scannen? We gaan dat scannen. Ja, maar dat hebben we al gezien. Dit is de Christabloem. Die heb ik... Oh, Pinsir! What up, Pinsir? Vet!
You're cool, man. Heel cool. Opeens komt Pinsir hier tevoorschijn. What? Nee! Kijk die Torterra's. De Torterra's zijn super vet. Ah, en mijn stem gaat 3 octaven omhoog. Zo cool. Kijk ze nou zitten hier met z'n allen. Ik ben hier zo enthousiast over, jongens. Ik vind dit zo leuk. Bidoofje die lekker ligt te tukken daar. Pidget. Pidget. Yo, Pidget. Yo, Pidget. Vet. Pidget vliegt er vandoor. En daar is onze grote vriend Hoot Hoot. Die nu wel in de boom te vinden is. Oké, even kijken wat hier nog meer is. Ik zie daar nog Murkrows. Oeh, die zien er echt super bij de hand uit. Oké, even achter me kijken. Nee, ik vind hier niks. Ik vind hier nog wel. Een Hoot Hootje? Hallo. Ga jij nog performen voor mij? Vet. Vet Hoot Hoot. Love it. Ja, 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 kom, kom, kom. Ja, die is ook cool. Dat was een vet fotootje. Pinsir, ben je er weer, vriend? Oh, deze Hoot Hoot is ook wel cool. Ja, die is ook cool. Okay, we moeten weer scannen. Ja, dat is dat fruit, denk ik. Hallo, combi. Hier nog Torterra'tjes. Wat hoor ik allemaal? Daar is nog een Christenbloem die we moesten scannen. Ik hoor... Oh, die Torterra's beginnen allemaal te lopen. Kijk, die Scorbunny. Ik weet alleen nou echt niet wat mijn beste Scorbunny foto is. Oh, man. Oh, man. Dit was zo cool in de nacht. Ik wist echt continu niet waar ik moest kijken gewoon, hè. Er gebeurden zoveel dingen. Oké, we moeten weer foto's gaan kiezen. Welke van Scorbunny is het best? Ja, deze lijkt me heel leuk. Maar ze zeiden dat deze heel goed was. Rita zei dat deze echt goed was. Dus laat ik deze kiezen. Oké, Buffalant. Ja, Murkrow. Ja, van Murkrow heb ik echt veel foto's gemaakt. Ik twijfel of ik deze moet kiezen of deze. Ik moet je eerlijk zeggen, deze vind ik wel echt heel mooi. Murkrow staat hier ook perfect in het midden. Maar je ziet dus al de sterretjes boven de foto staan. En deze geeft blijkbaar 3 sterren. Wacht, dan kunnen we dat ook checken bij Scorbunny. Ik zie dat echt net pas. Oh ja, ja, kijk, deze 2 zijn 2 sterren. Oh, dat is wel handig dat hij dat van tevoren even aangeeft. Torterra! Oké, blijkbaar kon ik een betere Torterra foto maken. Maar ik vind dit gewoon een hele mooie foto. Ja, combi was geen succes. Hoot Hoot. Ik heb echt veel te weinig foto's gemaakt, jongens. Veel te weinig. Deze is wel echt heel cute. Beide handen Murkrow. Gewoon 3 sterren, omdat hij dus een speciale actie doet. Omdat hij dus zo kraait, zo naar de camera toe. Daarom krijgt deze 3 sterren. Deze van Pinsir is ook cool, hoor. Eerlijk is eerlijk, is gewoon een vette foto. Dit vind ik ook wel een mooie foto, hoor, van die Pidget. Hij kijkt echt super stoer. Ja, en deze Hoot Hoot foto is helemaal, helemaal gangster. Word ik al level 2 trouwens nu? Ik denk het niet. Ik heb zo weinig foto's gemaakt. Nee, ik blijf nog level 1. Er gebeurde gewoon veel te veel om me heen. Ik was continu afgeleid. Ik hoorde geluidjes van vliegende Murkrows en zo. Maar oh, oké. Wat gebeurt er nu? Wat is dit? Wat gebeurt hier? Hallo, daar zijn we. Oeh, wat gebeurt er dan, Professor Mirror? Take a look at this. Ik zie een mooi hologrammetje. Maar wat houdt dat in? Toen we bij dat bloemenveld kwamen, kreeg de professor een heel sterk signaal. En dat signaal bewoog. Wat ze denken dat het is, is een Illumina-Pokémon. Ah, nu moeten we naar dat gebied waar de Illumina-Pokémon schijnt te zijn. En Rita wil met ons mee. Maar Rita mag alleen op de computer kijken. Ik zei toch dat Rita gewoon een stagiair was. Dus we moeten nu naar een Illumina-spot. Maar wat het dan precies inhoudt, dat zien we in de volgende video. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo-video's. We gaan keihard op nieuw Pokémon Snap. Ik vind het vet. Ik hoop jullie ook. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!